Hallo en welkom bij een extra aflevering van Klassieke Partijen. We praten nog over de wedstrijd Short tegen Timman. En in de vorige keer vertelde ik in deze stelling dat zwart is nu aan zet en die heeft bijna geen zetten. Zwart speelde hier lopen G7. Maar de oplettende kijker heeft zich natuurlijk al afgevraagd wat gebeurt er eigenlijk naar lopen maal E5. Ziet dit logisch uit, want je mag natuurlijk die lopen niet slaan. Paard maar E5 is een enorme blunder wegens een mat op G2. Dus ja, hier moet Short toch iets hebben bedacht, want het lijkt heel aantrekkelijk om de centrumpion te slaan. En ja, we weten het niet zeker natuurlijk, maar waarschijnlijk was Short hier met wit de ongelooflijk mooie zet dame E7 van plan. Mooi met die penningen op de achtste rij. De dame mag natuurlijk niet geslagen worden, dat is illegaal. En om even te laten zien wat er allemaal dreigt. Stel dat zwart gewoon even een loze zet speelt, lopen B2 of zo. Dan kun je slaan op A8. En stel je voor we slaan met de toren terug. Dan gaat het gewoon keihard mat, wegens toren D8. En mat op de onderste rij. Daar is niet meer aan te doen. Oké, we gaan even terug naar dame E7. Oké, die lopen B2 en pakken we nog even mee. Stel dat ik inderdaad torenmaal A8 en dan in plaats van lopen A8 speel. Een klein beetje verbeteren. Maar dan is wederom toren D8 een sterke zet. Het mat op onderste rij is niet of nauwelijks te voorkomen. Tenzij je heel veel materiaal verliest. En het gaat zelfs mat. Oh goed, we moeten even terug. Dus dame E7 is een hele sterke zet. Maar goed, dan gaan we een klein beetje beter verdedigen. Dan spelen we de lopen bijvoorbeeld naar G7. Maar dat maakt voor de variant eigenlijk helemaal niks uit. Short zal dan waarschijnlijk hier gewoon op slaan op A8. En op lopenmaal volgt weer die zet die we net ook al een paar keer bekeken hadden. Toren D8, hij is een ijzersterke zet. Ja, die toren kun je niet nemen. Dan ga je mat. Dus er blijft niet veel over. Je moet misschien die lopen maar pakken op lopen H6. De kwaliteit erin steken. Maar zelfs dat gaat mat. Zoals we zullen zien. We slaan gewoon die toren met schaak. En stel dat we weggaan. Dan is het hele kleine, fijne zetje toren F8. Ja, en punt F7 is niet meer voldoende te verdedigen op een normale manier voor zwart. En ja, dit gaat wit dus winnen. Dus we hadden even vanuit de beginsituatie. Dus als je pakken op E5, dat was dus even de vraag, dan is dame E7 de weerlegging. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze extra aflevering van Klassieke Partijen.